wel heel grappig, want gisteren vertelde ze over dit boek op tv en nu zie ik dit echt met de echte schrijver, dat vind ik wel grappig, ja. En dit boek gaat eigenlijk over hondjes en die gaan dan naar de gevangenis en de mensen van de gevangenis die temmen de hondjes. Nee, hij is een vrouw, dit is een strikje, een kleintje is ook. Iedereen zwijgt de man uit. Braaf zijn ze, hè? De man is heel lang uit logeren geweest. Hij kan niet wachten om naar huis te gaan. Het hondje snift en snuift. Mijn huis kan niet ver meer zijn, maar zijn pootjes doen pijn. De man heeft de hele nacht doorgelopen. Hij heeft haast om naar huis te gaan. Oeps, wat een toeval, zegt het hondje. Ik vind hem wel leuk, ja. Het is nog wel een kinderboek, maar hij is echt heel leuk. Dus kinderen van 10 jaar die kunnen het ook gewoon lezen.